Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 24 oktober en ik heb deze week herfstvakantie. Dus ik ben een beetje vrij en ik heb net gedoucht. Het is nog best wel vroeg en ja, ik ga vandaag mijn kleding verkopen. Ik ga foto's maken voor Vinted en dan ga ik het online zetten. Ik heb me omgekleed, ik heb echt net gedoucht, dus ik moet mijn haar nog even feunen. En ik heb mijn nieuwe UX aan. Helemaal blij mee. Dus mijn wimpers moeten ook echt gedaan worden, want die zijn echt een beetje kaal. Maar ik ga in ieder geval even mijn haar feunen en dan ga ik naar mijn moeder toe en dan gaan we het even samen doen. Dus dat is wel gezellig. En ik heb dus deze week vakantie. Ik heb nog niet heel veel gepland. Maar ik dacht wel alsnog leuk om te filmen. En ik krijg wel ook leuke pakketjes. Dus dat. In ieder geval nu even mijn haar feunen. Ik ben dus nu bij mijn moeder thuis. En we gaan zo die foto's maken. Maar er is een pakketje binnengekomen. Die ga ik even openmaken. Het is namelijk de nieuwe adventkalender van het Body Shop, denk ik. Dat het die is. Dus die ga ik even openmaken. En dan ga ik er een TikTok van maken. Niet vandaag, maar er komt een TikTok van. Kijk, zo ziet hij eruit. Echt mega schattig. En ik denk dus dat je hem zo uit kan klappen. Kijk hoe mega mooi. Zo. En dan zitten hier cadeautjes. Maar je hebt dus drie lades met allemaal cadeautjes. Mega cute. En hij ruikt ook echt heel lekker. Nou, het eerste gaan we een foto van maken. Dit jasje van Naked staat op mijn Vinted. Dit superleuke denim jurkje in een beige kleur staat er ook op in maat 36. Nieuw is die €55, maar die staat dus op mijn Vinted. Deze trui van Naked staat erop in het wit met die zwarte letters hier. Deze is ook nog helemaal nieuw, dus hij is nog helemaal wit. Deze staat er ook op. Ik film alles even kort. Ik had deze er net ook op gezet. Hier zit het blouse, ook nieuw met kaartje. Oké, ik ben weer terug in mijn eigen huis. Ik had dus wat items gefilmd, maar niet heel veel. Sorry daarvoor. Ik was heel erg bezig met het op Vinted zetten en niet bezig met dat ik het hier ook nog moest filmen. Dus ik heb een paar dingen gefilmd. Maar ik ga morgen de rest doen. En er komen echt 100 items online. Dus echt heel veel. Er zijn ook al 12 items verkocht. Dus dat is ook heel fijn. En dan ga ik dat ook gewoon deze week allemaal opsturen. En ik heb nu even mijn make-up gedaan. Ik had dat vanochtend nog niet gedaan. Omdat ik niet wilde dat er make-up vlekken op de kleding kwam. Dus ik heb nu gewoon even een basic outfitje aan. En ik wil dus eigenlijk nog even naar de Quantum. Want ik zag dus dat ze van die teddy dekbedden hadden. En die wil ik dus eigenlijk halen. Ik hoop dat ze nog hebben, dus die gaan we eventjes kopen. Het is vandaag dinsdag, als het goed is. Dinsdag, ja, het is al 2 uur. We hebben net koffie gedronken en allemaal dat soort dingen, maar niet zoveel gedaan. Gisteren heb ik dus mijn spullen op Vinted gezet. En ik ga daar zo mee verder. En ik heb gisteren een nieuw dekbed overtrek gekocht. Een teddy dekbed overtrek. Dus dat is wel heel erg chill. Dus die ga ik denk ik even wassen en dan ga ik die om mijn bed heen doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben bij mijn moeder thuis, maar ik zal even filmen wat ik erop zet. Nu heb ik net deze zwarte, ja echt zo'n hele zachte jas van de Only heb ik er net opgezet. Ik zal alles even laten zien. Ik ga nu het volgende pakken. Nu ga ik deze jas erop zetten. Hij is dus van Zadig en Voltaire. Hij is echt mega zacht. Maar deze jas was nieuw €300 en ik heb hem echt nooit gedragen. Deze teddyjas zal ik er ook op zetten. Deze is ook nog echt super mooi. Maar ik heb al zoveel jassen, dus ik moet er vanaf. Ik ben weer thuis, want ik ging dus bij mijn moeder eten. En ik heb daar de Vinted pakketjes gedaan. Er is echt wel mega veel verkocht. En er waren ook 2 nieuwe pakketjes binnen. Eén van Lovies en één van Tess V. Maar die ga ik morgenochtend even openmaken. En morgenmiddag ga ik heel leuk met Vos en Floor High Tea. Morgenochtend, morgenmiddag. Dus dat is echt super gezellig. In Haarlem. Dus dan gaan we ook nog even shoppen. Maar ik ga in ieder geval even mijn spulletjes opruimen. En dan een beetje op tijd slapen. En dan ga ik de pakketjes morgen unboxen. En ik wilde eigenlijk ook mijn nieuwe dekbed eromheen doen. Maar ik ga hem toch eventjes misschien, ja,
Ik twijfel nog. Misschien ga ik hem zo nog meedoen, maar eerst eventjes alles opruimen. Oké, alle Vinted pakketjes voor nu zijn ingepakt. Dus dat is helemaal top. Het is vandaag woensdag. En ik heb vanochtend Vinted pakketjes gedaan. Ik moet er nog een paar naar een ander punt brengen. Maar ik heb echt weer 4 verschillende punten waar ik het naartoe moet brengen. Dus dat is een beetje jammer. In ieder geval, ik ga zo naar Haarlem met Flor Vos. En dan gaan we daar shoppen en IT'en. Er is echt mega veel zin in. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik nog pakketjes. En daarvan wil ik denk ik wel iets aan doen. Dus dat ga ik eventjes unboxen voor jullie. Ik heb de camera even neergezet. Want ik heb namelijk echt een heel leuk pakket gekregen van Tesfi. Ik mocht wat items uitzoeken. Er komt ook een post op mijn Instagram. En ik laat het ook eventjes hier aan jullie zien. Ik ben echt heel erg excited. Dus ja, ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Ik had de doos al even opengemaakt, maar nog niet ingekeken. Dan ziet het er zo uit. En als eerst zit er een heel lief kaartje in. En er zit een canvas tas in van Tesfi. Altijd heel handig, zeker voor mijn boodschappen. Dus die ga ik veel gebruiken. En ze hebben er iets extra's bij gedaan, want dit heb ik niet besteld. Heel leuk. Een gouden toilettas. En daarop staat Tesfi. Altijd handig. En dan gaan we nu verder naar de items. En ik heb echt hele leuke dingen. Als eerste heb ik een nieuw jasje. Ik zag deze en ik was echt gelijk verliefd. Het is namelijk een bruine teddyjas. En ik dacht heel leuk met mijn UX erbij. Lekker zo buiten. Ook heel leuk voor een foto. Dus dat is deze. Ik heb even de knopen open gedaan. En ik heb hem in een maatje one size. En hij is normaal 55 euro. En ze hadden hem ook nog in andere kleuren. Maar wat ik heel erg leuk vond, was ook die mouwen. Nou, ik zal hem even aandoen. Want ik denk namelijk dat ik hem straks aan ga doen. Maar ik zal hem eventjes aan jullie laten zien. Kijk hoe mega leuk. En ik dacht dan met een spijkerbroek en dan met mijn UX. Zo. Echt heel erg blij mee. En hij is ook lekker warm. Dus dat is deze teddyjas. Heel erg cute. Dus dat is het eerste item. En als tweede heb ik zo'n cropped blazer in een zebra printje. En ik vond deze op de foto er echt super mooi uitzien. Ik weet niet of het mij gaat staan. Dat hoop ik. Maar kijk, dat is dus deze. En ik dacht op een leuke zwarte pantalon. En dan weer met je UX of zo eronder. Ik heb deze in een maatje S. En hij was 45 euro. En dan heb je dus zo'n kort model blazer. Ik ga hem niet nu passen. Maar waarschijnlijk zien jullie dat beeld hierna. Echt heel erg leuk. En dan kan je hem dus ook nog zo strikken. Zo om je buik heen. Dus ik hoop dat hij goed zit. Want dit is item nummer 2. En dan heb ik echt nog iets super leuks. Oké, dit is het blazertje. Ik vind hem echt mega leuk. Ik denk wel dat hij wat leuker is als deze broek niet zo hoog zou zijn. Maar je ziet nu wel in ieder geval het idee. Het is dus zo'n crop blazer. En je kan dit dan zo om je buik knopen. Ik heb het nu eventjes hiervoor gedaan. Echt mega cute. Ik ben 19 november jarig en ik dacht misschien leuk voor mijn verjaardag of zo. En ik heb namelijk een glitterpak. In het zilver. Ik draag natuurlijk alleen maar zilver. En toen zag ik een broek en een blazer. En je kan het natuurlijk ook los van elkaar dragen. Maar ik dacht, hoe mega leuk. Dus dit is de zilveren broek. Met hele mooie glitters. Ik heb deze in een maatje M. Ik hoop dat ik hem pas. En hij is 35 euro. Maar dat is in ieder geval deze mooie glitterbroek. En bij die glitterbroek hoort dus ook een blazer. Maar je kan dit dus natuurlijk ook gewoon met iets anders dragen. Je hoeft het niet per se met de blazer te combineren. De blazer heb ik in een maat S en is 50 euro. En kijk hoe mega leuk. Ik ben echt helemaal verliefd. De glitters geven een heel klein beetje af. Maar niet super erg. Dan kan je hem volgens mij even inspuiten met iets. En dan, wacht, ik ga hem eventjes een klein beetje aandoen. Ik heb nu echt niet de goede outfit ervoor aan. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe die gaat staan. Kijk, dit is hem. Echt mega leuk. Dus hij valt wel een klein beetje oversized, maar dat is juist wat ik wil. Dus dit is echt top. Dit waren de items. Als je wil weten hoe het mij staat, kijk zeker op Instagram van Tesfi. En ook op mijn eigen Instagram natuurlijk. En dan, ja, waren dat de items van Tesfi. Echt heel blij mee. Oké, ik heb de outfit aan. Ik zal het wel eventjes laten zien. Ondertussen is mijn teddy dekbed aan het drogen.
Wat ik aan heb is dit blouse van My Jewelry. En dat giletje ook. Deze broek is van Naked. Met daaronder mijn UX. En dan doe ik dat teddyjasje eroverheen. En daarbij doe ik mijn witte Zadig & Voltaire tas. Ik denk wel dat het een klein beetje warm is. Maar ja. We moeten er iets over hebben. Ik vind het zonder het giletje namelijk minder leuk maken. Dus ja. Oh, oh, oh. Ik wil rode lipstick. Rode? Mooi. Ik ben alleen maar niet wat er in de kies zit. Ik weet het niet, ik hoorde het niet. Ja, in de auto. Good morning, het is vandaag donderdag. En het is al best wel laat. Nou, laat, 12 uur of zo. Maar ik heb echt mega goed uitgeslapen. Dus dat is echt top. Gisteren was ik dus met Floor en Vos in Haarlem. Het was echt mega leuk. Ondertussen doe ik even mijn schoenen aan. En we hebben daar lekker een high tea gedaan en geshopt. Het was echt top. Het was heel gezellig met z'n drieën. De high tea was een beetje moi. Maar het was wel gewoon heel erg gezellig met z'n drieën. En ik ga zo eventjes naar werk toe, naar school. Want ik wilde nog een paar dingen voorbereiden. Dus ik heb gewoon een wit shirt met een spijkerbroek en mijn UX aan. En ik had gisteren een paar dingen gekocht. Niet heel veel hoor. Ik mocht van mezelf ook eigenlijk geen kleding kopen. Hier zo. Wat ik heb gekocht. Ik zal jullie heel eventjes zo neerzetten. Ik heb een nieuwe muts gekocht bij de Zara. Deze had ik vorig jaar ook en is echt top. Ik had hem toen wat in een beige kleur en deze is nu in het wit. Deze is 16 euro. Echt top muts. Dus die. En verder heb ik nog twee paar oorbellen gekocht. Want ik heb drie gaatjes en ik weet nooit wat ik in mijn tweede en in mijn derde gaatje moet doen. Dus dat heb ik nu gekocht. En dan ga ik gelijk eventjes in doen. Ik heb eerst bij My Jewelry heb ik van die knopjes gekocht. Gewoon van die zilveren knopjes. Dus die doe ik gelijk eventjes in. En wat ik dus heel chill vind is deze oorbellen laat ik dan in. En dan wissel ik eigenlijk alleen mijn eerste oorbellen. En dan ziet het er eigenlijk altijd leuk uit. Dus ik heb die. Ik doe die ander zo even. En ik had dus nog bij Olivia en Kate. Had ik nog een paar oorbellen gekocht. En dat waren namelijk deze. Met van die pareltjes. Misschien zijn ze iets te groot voor mijn tweede gaatje. Maar het zijn deze pareloorbelletjes. Zo in de vorm van een ringetje. Heel cute. Dus dit worden dus nu mijn standaard oorbellen. En dan wil ik eigenlijk in mijn eerste gaatje steeds wat anders doen. Dus dat is dit. Nou, ik ga het even in doen. Ook in de andere oor. Nou, ik heb ze in. Ik doe mijn jas aan. Ik pak mijn tas. Ik had ook nieuwe pennen gekocht. Dus ja. En dan ga ik naar werk. Ik ben in mijn klasje. En ik ga even wat dingen voorbereiden. Computers aan het opstarten. Als eerst wil ik dus even mijn pennen opvullen. Want ik heb van die uitwisbare pennen. Is echt top. Gebruik ik in mijn map, agenda, alles. Want als je dan gewoon een foutje maakt, dan kan je het gewoon gummen. Want anders is natuurlijk een soort van alles. Dan moet je het gaan krassen en dat vind ik gewoon niet zo mooi. Dus ik heb nieuwe vullingen gekocht. Zo. En dan heb je gewoon losse vullingen die erin kunnen. Dus dat is top. Maandag na de vakantie. Dus aanstaande maandag is het Halloween. En het leek mij wel heel erg leuk om iets in de klas met Halloween te doen. Dus daar ga ik zo meteen ook heel even naar kijken. Niet iets engs, maar gewoon bijvoorbeeld iets knutselen of zo. Dus daar moet ik even naar kijken. Nou, deze pen doet het nog. Dit gaan we maandag dus allemaal doen. Dus dat ga ik dan, haal ik het even uit mijn map. En dan ga ik dat even op het bord doen. Dus dat laat ik even aan jullie zien. En dan met een magneetje. Moet ik hem even pakken. Hang ik het even zo, want dan kan ik het heel goed opschrijven. Mijn bord heb ik even helemaal schoongemaakt. En daarnaast hangt de agenda van de klas. Dus dat is ook top. En hier heb ik dus kaartjes met de dagen. Dus het is maandag. Hier de kaartjes die ik vaak gebruik. En deze gebruik ik niet zo vaak. Dus die ga ik even ophangen. Ik ben weer terug van school. Ik heb echt heel veel kunnen doen. Dus dat is echt top. Want er was ook helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon echt super goed concentreren. Dus dat was echt super fijn. En ik heb dus een
pakketje ontvangen. Good morning, het is vandaag vrijdag. Ik heb dus gisteren mijn wimpers gedaan. Als ik dan geen make-up op heb, is het echt mega heftig. Maar ik ben er blij mee, dus helemaal goed. Het is alweer vrijdag, mijn vakantie is alweer bijna voorbij. Ik heb gelukkig wel gewoon alles bij kunnen werken. En ik heb ook al alle gesprekken en zo voorbereid, dus dat is echt top. Ik ga nu eindelijk mijn nieuwe dekbed over mijn bed doen, want ja, hij ligt hier al een week. En hij is nu helemaal klaar met drogen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem er even omheen doen. Maar ik heb gewoon, ja, dat helemaal niet meer gedaan. Dus ik ga nu even mijn spullen van mijn bed opruimen en dan ga ik dat gelijk ook doen. Oké, niet zo netjes opgemaakt, maar het is echt zo zacht. En de binnenkant is dan gewoon normaal. Dus ja, het gaat vooral eigenlijk dat het er heel leuk uitziet. Oké, ik heb me net even klaargemaakt voor een video. Dus dat. In ieder geval, mijn haar is echt mega heftig. En het gaat nog zo uitzakken. Ik heb het even met de Dyson gedaan. Zo. Maar ik ben er wel blij mee, want ik wil gewoon dat het een beetje slag is. Dus niet zoals hier, maar gewoon een beetje slag. Oké, de TikTok van de adventkalender heb ik opgenomen. Dus die is helemaal klaar. Helemaal top. En ik ga nu nog even wat TikToks voor Lovies maken. Want daar had ik wat items van ontvangen. Dus dat ga ik nu doen. Mijn haar is nu er helemaal uitgezakt. Oké, de TikToks zijn gemaakt. Kijk even hoe leuk dit giletje is. Die heb ik dus nieuw van Lovies. Maar ik ga hem nu weer uitdoen. En ik ga even chillen. Ik ga even boodschappen doen. En ik ga ook pakketjes van Vinted los doen. Ik heb weer eens niks te doen. Dus dat is de plan. Even kijken of hier mijn ID in zit. Yes. Dus let's go. Oké, ik heb even boodschappen gedaan. Pakketje opgehaald. En die pakketjes moeten nog op de post. Ik had een pakketje gekregen van Lyko of Lyko. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar ik ga de producten nog wel testen. Alleen ik ga even kijken wat er ook er allemaal in zat. Ze hebben dus allemaal verschillende producten. En ook heel vaak met heel veel korting. Ik had nu wel alleen maar dat ik kon kiezen tussen de standaard dingen van de site. Dus wat ik had gekozen waren... even kijken, wat is dit? Oh ja, een deodorant. Maar dan in een tube. Daar was ik heel benieuwd naar. Hij ruikt in ieder geval echt heel lekker. Maar ik dacht, handig voor in mijn tas. En allemaal... Nou, ik zal het even snel laten zien. Maar ik ga hier dus nog een video van maken. Maar in ieder geval al deze producten. Oké, inmiddels is het zaterdagavond. Ik heb me klaargemaakt. Even en Niek zijn hier over een kwartiertje of zo. Ik heb hier onder mijn topje aan. En ik had nu een beetje koud. Dus ik heb er even een vest overheen. En daaronder heb ik mijn leren broek. En ja, we gaan vanaf naar Den Haag. Dus zij komen zo hierheen. Ik ben echt blij weer met mijn nieuwe wimpers. Het is vandaag zondag. En ik was gisteren met Eve en Aniek uit in Den Haag. Het was echt super gezellig. En ik heb dus nu de verjaardag van mijn moeder. Die is vandaag jarig. En ik ga me eventjes klaarmaken. Ik wil dus eigenlijk zonder jas. Dus ik heb nu een hele dikke trui aan. Dus ik hoop dat het een beetje goed is. En ik ga me dus nu eventjes klaarmaken. Ik zal mijn camera even neerzetten. Zoals ik jullie gisteren vertelde. Wow, wat ben ik wit. Het is echt niet normaal. Had ik een nieuw pakketje van Lyko of Lyko, hoe je het ook noemt. En die ga ik nu eventjes testen. Als eerste zit er een deodorant in. Nou, die kan ik gelijk eventjes opsmeren. En het is een soort roller in een tube, dus dat is echt mega handig. Dus die doe ik eventjes op. Dan heb ik gelijk mijn deo gedaan. Ik ben benieuwd hoe lang die een soort van goed blijft. Hij ruikt in ieder geval heel lekker. Dus dat is dat. En die kan je dan ook lekker meenemen in je tas. Dan als volgende zit er een shampoo
En een conditioner bij. En ook een masker. Deze ga ik dan nog in mijn weekvlogs even testen. Maar ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Het stond heel erg goed aangeschreven. En het was een hele zoete geur. Ik vind dat heel lekker. Oh ja, heel lekker. Als mijn haar lekker ruikt. Als volgende van die kleine elastiekjes. Dat is ook altijd heel handig, want ik doe soms van die dingetjes hier. Dan een nieuw setje met een bronzer en een highlighter. Die ga ik zo gelijk even testen. Een foundation. Alleen ik keek al eventjes, maar ik denk dat die iets te licht is. Ja, zelfs voor mij. Ja, hij is iets te wit. Dus misschien voor meer voor in de winter. Als ik dit op mijn gezicht ga smeren, dan word ik wel nog witter. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Dan zit er een roze lipbalsem in met vanille. Deze. Dus die zal ik gelijk eventjes opdoen. Oh ja, deze is wel echt heel fijn. En er komt dus een beetje roze vanaf. Nou, dat kan ik wel gebruiken. Ik ga eerst heel eventjes wat primer op mijn gezicht smeren. Want ik ben echt heel wit. En heel veel foundation. Dan als volgende zit er nog zo'n dingetje om je potloodje mee te slijpen. Die had ik nodig, want al mijn potloodjes die zijn een soort van kort en ik kan ze dus niet slijpen. Dus dit is zo'n kleine puntenslijper. Dat is top. En als laatste zit er dus een poeder in. Die zal ik zo ook even gebruiken. Maar in ieder geval eerst eventjes mijn make-up op mijn hoofd smeren. En we beginnen even met lekker wat foundation. En ik ga dus zo meteen ga ik dus naar mijn moeder toe. Dan gaan we haar verjaardag vieren. En we gaan dus naar Delft toe. En dan gaan we daar ook uit eten. Maar we gaan eerst zo'n escape room door de stad doen. Dus dat is wel heel erg gezellig. Dus dat. Maar in ieder geval, ik ga even mijn make-up doen. En ik zal zo even de bronzer laten zien. Oké, ik ga even die bronzer proberen. Zo ziet hij eruit. Oeh. Oké, je hebt echt maar heel weinig nodig. Want ik heb nu al 2 bruine strepen. Maar we hadden wat kleur nodig. Dus dat is gelukt. Ik vind hem persoonlijk niet zo mooi, omdat hij een klein beetje vlekkerig aanbrengt. Niet mijn favoriet. Ik zal eerst even nog wat blush aanbrengen. Dan kan ik de highlighter ook proberen. Oké, de highlighter. Ik ben heel benieuwd. Zo, die highlighter ziet er wel heel mooi uit. Oh ja, heel mooi. Wel heel glitterig. En eigenlijk draag ik bijna nooit meer highlighter, omdat ik het niet heel mooi vind bij mij. Maar er zit hier genoeg highlight in ieder geval. Lijkt wel een glitterbol. En dan nog even mijn wenkbrauwen en dan ben ik klaar. Jongens, ik heb zoveel spijt dat ik een trui aan heb gedaan. Met een blazer. Zo heet. Oké, maar we zijn nu in Delft en we zijn... Heet dit een escape tour aan het doen? We zijn dus nu een escape aan het doen door Delft heen. Nou, het is tussen deze. Kan je de vraag nog één keer voorlezen? Nou, we zijn er nog niet. Je staat tussen de tweede en derde pilaar op het plein, tegenover het parkje. Ja. Laat je niet afleiden door de exacte vorm ervan, maar streep weg wat niet te vinden is. Oké, wat krijg je dan? Oké, nou laten we... Je moet op deze pilaar en deze pilaar kijken. Even kijken of je een tank kan vinden. Nou, eet smakelijk! Het is vandaag zondag, de laatste dag van mijn herfstvakantie. Ik heb echt een hele fijne vakantie gehad. En ik ga zo nog eventjes gezellig met Donna afspreken. We gaan 2 fotootjes maken. We gaan een video maken voor mijn YouTube kanaal. Namelijk, we gaan outfits voor elkaar kiezen. Want we hebben wel dingen die we van elkaar leuk vinden. Maar we hebben eigenlijk allebei een hele andere stijl. Dus we dachten, nou, hoe leuk is het om dan samen een video op te nemen. Dus dat gaan we vandaag doen. En dan gaan we ook lekker pokeball eten. Mega veel zin in. En ik ben me dus nu eventjes aan het klaarmaken. En ja, ik heb de outfits voor Donna heb ik klaargelegd. Ik vond het best wel lastig. Omdat ik heb zelf... Ik heb wel best wel duidelijk van wat ik wel en niet leuk vind.
Maar ik heb niet specifiek één stijl wat ik alleen maar draag. Want ik kan hele basic dingen dragen, maar ook heel verschillend. Dus ja. Ik vond het nog best lastig, maar wel heel erg leuk om te doen. En ik ga dus nu eventjes mijn make-up doen. Maar ik dacht ik ga dat even live doen op TikTok. Dus ik ben even mijn spulletjes aan het klaarleggen. En dan ga ik dat even live op TikTok doen. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, ik heb mijn make-up gedaan in de TikTok. In de TikTok live. Vond ik echt leuk om te doen. Zo. Vond ik echt leuk om te doen. Dus dat ga ik sowieso vaker doen. En Donna is hier straks. Dus ik ga nog even mijn spullen bij elkaar zoeken. En ja, nog eventjes wat eten voordat we gaan. Ik heb helemaal wat een leuke dag, hè? Oh. Nu ja. Zit je in de vlog. Oké, nou, wij gaan even pokeball halen. We hebben net twee foto's gemaakt. Ik wilde filmen, maar ik ben het vergeten. Echt heel stom. Dus helaas, sorry daarvoor. In ieder geval, we gaan nu even eten halen en daarna gaan we de video opnemen. Ik weet niet of die al online staat als jullie deze vlog zien. Kijk hoe lekker. Dit is toch niet normaal. Heerlijk. Oké, Donna is naar huis. Dat was echt super gezellig. En de video is ook heel leuk geworden, hoop ik. Denk het wel. Ik ga nu mijn vlog afsluiten, want ik ga verder vandaag niks meer doen. Dus ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Het was dus eigenlijk een soort vakantievlogje even. En vanaf morgen moet ik gewoon weer werken. Dus dan zal ik ook weer gewoon een vlog beginnen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!